Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Een frontale storing ligt nog boven de zuidelijke helft van het land, maar er valt amper neerslag uit. Wel zijn er veel wolken in het midden en zuiden, in het noorden schijnt de zon geregeld. Waar de grens van de bewolking in de zon precies komt te liggen, is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat ook in het midden van het land de zon wel af en toe doorbreekt. Hoge temperaturen vanochtend al en vanmiddag wordt het dan een graad of 14. De wind komt uit het zuidwesten en die is meestal matig windkracht 3, af en toe windkracht 4. Vanavond gaat de bewolking zich weer verder uitbreiden, maar ook dan blijft het nog steeds op de meeste plaatsen droog. Pas in de nacht kan er weer af en toe regen of motregen vallen. En ook morgen overdag hebben we met neerslag te maken. In de ochtend trekt het regengebied naar Duitsland weg. Daarna breekt af en toe de zon door, gevolgd door buien. En dan kunnen forse buien zijn met windstoten tot 75 à 90 km/u en vooral in het noordelijke kustgebied misschien ook een klap onweer. Veel wind ook aan 7 7 à 8. Zaterdag komt de atmosfeer weer wat tot rust, wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Zondag en maandag zijn natte dagen, en vooral de nacht van zaterdag of zondag kan het opnieuw voorzwaaien. Temperaturen blijven voorlopig boven normaal. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.